geen supporters op de tribunes en geen spelers in het veld. Dat was het trieste beeld van de tweede zondag waarop koning Winter koning voetbal versloeg. Op de soppige groene velden bleven de ballen in rust. Maar op de groene tafel rolden ze wel. De sport was trouwens helemaal naar de tafel verhuisd. En sommigen zochten bij gebrek aan de Toto-puzzel nu maar hun heil bij een crosswordpuzzel. En er werd op tafel zelfs gevoetbald, onder andere door oud-international Kick Smith, die zijn zoon wegwijs maakte. Voetbalspelen op tafel heeft veel voor op voetbal in een stadion. Je zit lekker droog en het hele gezin kan meedoen. Ook moeder, die maar wat blij is dat zij en de kinderen vader nu eens een zondag thuis hebben, met een even goed humeur als op het echte veld. In menig huishouden scoorde moeder op de voetballoze zondagen de doelpunten.